Hi, goedemiddag. Welkom bij Autoshiro. U heeft er weer een gevonden. Een Audi A3 e-tron. Weer één, zeg ik, want we hebben op dit moment 6 op voorraad. Het is echt hele goede handel op het moment, de hybride auto's. Logisch ook, halfwege belastingtarief. Je rijdt met een dergelijke auto ongeveer 35 kilometer op pure stroom. Geeft de affabriek 42 op. Dat lukt misschien een bult af, wind mee. 35, dat is te doen. Ik spreek uit ervaring, rij zelf met zo'n auto. En ik kan precies van Krachenburg naar Zwolle komen. Puur elektrisch. Dus ik kan, om het een beetje gek te zeggen, gratis heen en weer. Want thuis heb ik zonnepanelen, leg ik hem weer aan de stroom. En dan kun je voor niets heen en weer. Ik ga de auto even laten zien, want dit is wel een hele mooie uitvoering. Komt-ie. Parelmoer, wit. De dikke 18-inch velgen. Banden zijn ook echt in nieuw staat. De LED-dagrijverlichting ziet u hier. Deze sensor die verraadt dat hij adaptieve cruise control heeft. En daarnaast ook een rijstrookbewaking. Hierachter zit het oplaadpunt. Daar kunt u met de 220 stroom uiteraard gewoon de auto opladen. U kunt eventueel ook een paaltje bij huis nemen. Dat kost ongeveer 1000 euro, geïnstalleerd en wel. En dan kunt u hem op de kracht of op de snellader opladen. Een snellader heb je hem in 1,5 uur vol. Zeg je, ik doe het op de 220 thuis, geen probleem. Alleen ben je wel 6,5 uur onderweg, zoals ik dat doe. Iedere nacht vult hij zichzelf, dus dat gaat prima. Deze is ook al uitgerust met een afneembare trekhaak. Hij heeft een parkeersensor aan de achterzijde. En ik hoop dat u het goed kunt zien op het filmpje. Hij heeft geen krasjes, geen deukjes, niets van dat alles. Deze zit niet goed dicht, daarom lijkt het alsof de deur niet in het lood zat. Als gezegd, banden zijn zo goed als nieuw. Ik heb de auto gekocht van Leaseplan. Leaseplan uit Nederland, dus het is een Nederlandse auto. Nationale autopas krijgt u de auto erbij. Ik zal even de auto van contact halen. Het leuke van Leaseplan is dat die volledig door de dealer onderhouden is. En dat allemaal ook netjes gedocumenteerd wordt. Hier kunt u zien van A tot Z wat er door de jaren aan is gebeurd. Hoeveel dat heeft gekost intern. En of er nog gekke dingen zijn geweest. Even de bladzijde omslaan. Een moment. Yes, daar gaan we. U ziet al het onderhoud netjes uitgevoerd. De auto is uitgerust met volledige bekleding. Die zie je niet zoveel. Dit is wat je wilt. De S-Line stoelen. Het S-Line afgevlakte stuur. Sportstuur. Als gezegd, die adaptieve cruise control, die zit daar. 4 elektrische ramen, uiteraard. Ik hoop dat je het goed kunt zien, maar het leer is ook echt in een uitstekende conditie. Hij heeft 176.000 kilometer gereden, tuurlijk. Maar zoals je ziet, perfect onderhouden. Daarnaast, hoeveel is er op stroom gereden? Dat kun je nooit helemaal bekijken. Wij gaan altijd uit van ongeveer 1/3 van de kilometers. Dat blijkt reëel. Dus je kunt gek zeggen, maar dat hij 115 puur motorisch heeft gereden. Achterin, leer ook, perfecte staat. Gaan we even in de kofferbak kijken. Die is nog redelijk ruim voor de Audi, zoals u ziet. Daar kan nog wel wat kwijt. Als gezegd, u krijgt 2 laadsnoeren bij. 1 voor thuis en 1 voor de snellader. We hebben dus op dit moment 6 A3 e-trons op voorraad. Dit is de enige met volledige bekleding. Als gezegd, dat zie je niet zo vaak. En de S-Line is wel een hele gave uitvoering. De prijs is ook heel erg scherp, denk ik. Maar daar mag u over oordelen. Prijs is ex-BTW, let daar eventjes op. Je wegenbelasting is in ieder geval tot 2025 rond de 35 euro. Een beetje afhankelijk welke provincie u zit. Het is half tarief. Daarna zullen ze naar 75% gaan. Dan zit je nog steeds rond die 50 euro in de maand wat je aan wegenbelasting betaalt. Heel weinig dus. Zeker net wat ik zeg, als u het combinatie met zonnepanelen zou gaan doen, kun je gek gezegd bijna gratis rondrijden. Wil je dit nou eens proberen, ben je uiteraard van harte welkom bij ons. Als je zegt van joh, ik wil liever dat je bij mij komt, vind ik ook geen probleem. Stuur dan even het adres door en laten we er samen financieel wel uitkomen, zodat we elkaars tijd niet verdoen op het moment dat de proefrit goed bevalt. Want bevalt hij goed, laten we de auto achter, nemen we een eventuele inruilauto weer mee, kunt u de betaling voldoen en wij regelen het papierwerk. Heel eenvoudig dus. Inruil had ik al even benoemd, doen we heel graag. Stuur even wat fotootjes, kunnen we een bedrag noemen en we reageren echt heel erg snel. Kijk eens op onze site autoshiro.nl, we hebben ruim 70 hybrides op dit moment staan.
Dank voor de aandacht. Goed. Hoi.